welkom bij deze nieuwe video. Twee video's geleden heb ik een video gemaakt over mijn favoriete make-up van maart, oftewel van de afgelopen tijd. Maar ik dacht, ik maak ook een video van de slechtste make-up van de afgelopen tijd. Want ik vind altijd heel veel goede make-up, maar helaas ook heel veel make-up waarvan ik denk... Nee. En ja, het is toch ook wel handig voor jullie om te weten wat niet goed is. Tenminste, wat niet werkt op mijn huid. Ik moet altijd deze disclaimer erbij vertellen. Maar wat niet werkt voor mij, kan misschien wel werken voor jou. Dus als ik vandaag iets benoem waarvan jij denkt, oh mijn god, ik vind het echt super goed. Prima, top voor jou. Ik ben blij dat het voor jou werkt. Maar ja, iedereen is anders. Iedereen heeft een andere huid. Iedereen heeft andere dingen die hij wil in de make-up. En dit zijn gewoon de make-up producten die voor mij niet werkten. En ik vertel natuurlijk ook heel uitgebreid erbij waarom niet. Want dat moeten jullie ook wel weten. Vaak vragen mensen ook aan mij, Sarah, je hebt zoveel make-up. Ook heel veel die je niet gebruikt. Wat doe je ermee? Nou, alle ongebruikte make-up die komen altijd in winacties. Ik heb heel vaak winacties op mijn kanaal. Dus abonneer vooral om die nooit te missen. Alle make-up die wel is gebruikt en die ik niet goed vind, gaan in mijn kast daarachter. En daar ligt alle make-up die ik niet meer gebruik om de een of andere reden. En meestal gaat mijn moeder in die kast en dan pakt ze allemaal make-up die zij wil hebben of wil weggeven aan anderen. Dus dat is basically wat ik doe met alle make-up. En alle make-up die echt vies is en over de tijd en gewoon niet meer kan, die gooi ik weg. Maar voor de rest, ja, dat is wat ik altijd doe met alle make-up. Nou, genoeg gepraat. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met deze onzinvideo. Nou, ik ga eerst beginnen met een aantal producten voor de wenkbrauwen die ik echt niet goed vind. Het zijn er vier. En ik vind ze allemaal niet goed om dezelfde redenen. Ik heb hier de Colourpop Brow Pencil. Ik heb de W7 Stroke of Genius Brow Pencil. De Revolution Pro Brow Pencil. En als laatste de Benefit Brow Contour Pro. Deze alle vier vind ik alle vier niks. Het wenkbrauwpotloodje die ik altijd gebruik voor mijn wenkbrauw is de NYX Brow Pencil. Die is echt geweldig. En ik gebruikte ook de Benefit Brow Pencil, die dunne. Maar die is nou op en ik ga echt geen 30 euro betalen om een andere te halen. Dus ik hou het gewoon op mijn NYX Brow Pencil. Maar deze vier heb ik allemaal gebruikt. Ik vind ze allemaal niks omdat ze allemaal aanbrengen als krijt. Het is gewoon alsof je krijt pakt. En ik heb ook van allemaal de donkerste kleuren, want ik gebruik altijd de kleur zwart. Het is gewoon alsof ik een zwarte stift pak en ga kleuren. Vooral deze van Benefit. Nee, hij is te gepigmenteerd. Er komt te veel vanaf. En mensen geloven me, ik heb allerlei manieren geprobeerd om hem te gebruiken. Want Benefit is meestal wel goed met wenkbrauwproducten. Maar deze, ook al ga je gewoon met een hele lichte hand erin, hij brengt gewoon te veel aan. En de rest idem dito. De enige die ik best oké vond was deze van Colourpop. Die zag er gewoon mooi uit, bracht fijn aan. Alleen na een aantal uur ging hij helemaal verschuiven. Dus ik had helemaal zo zwart hier boven mijn wenkbrauw. Het verschoof gewoon echt alle kanten op. Dus daarom vond ik die niks. Ja, en deze van Revolution Pro en W7 brachten ook gewoon allemaal aan als krijt. Maar ja, ik ben altijd op zoek naar goedkope wenkbrauwproducten. Want ja, die van Benefit is 30 euro. Die van NYX is 10 euro. Is ook een beetje zottig van duur. En deze van W7 was echt like 4 euro. Dus ik dacht, oh mijn god, als die goed is... Ga ik hem echt inslaan. Maar ja, nee, helaas. Ik hou het toch gewoon nog bij mijn NYX Brow Pencil. Heb ik ook vandaag gebruikt. Is nog steeds het beste. Dan heb ik een primer. De e.l.f. Prep & Blur Stick Primer. Deze heb ik gebruikt in mijn video waarin ik de goedkoopste make-up van het Douglas heb getest. Hij was best wel fijn. Hij geeft geen kleur af. Het is gewoon echt... Puur om te blurren. Wat hij ook enigszins deed. Ik heb een vrij droge huid. En hij maakte mijn gezicht ook lichtelijk een beetje vettig. En dat vond ik wel fijn. Maar na een aantal keer gebruikt te hebben. Hij maakt mijn gezicht te vettig. Ik begon te merken dat mijn foundation verschoof. Wat normaal helemaal niet gebeurt. Ik gebruikte ook gewoon foundations die ik heel vaak gebruik. En die gewoon altijd goed zijn. Maar wanneer ik deze eronder deed. Werd het gewoon één vettige... substantie op mijn gezicht. Het was gewoon niet mooi. Alle make-up verschoof. Het bleef niet goed zitten. Als ik een beetje zo met mijn hand per ongeluk mijn gezicht aanraakte, was het al helemaal zo'n vlek en zo. En ja, en het kwam echt iedere keer als ik deze gebruikte. Dus helaas, in het begin was hij fijn, maar daarna toch niet meer. Dit soort updates zijn toch wel vaak fijn, omdat ik vaak eerste indruk video's maak. En af en toe is mijn eerste indruk gewoon echt prima. Dit was er ook zo eentje. Maar na een aantal keer gebruik merk ik toch van ja, nee, toch niet. Dus dan wil ik jullie toch wel een beetje op de hoogte houden over de producten waar ik van gedachten ben veranderd.
Wat niet heel vaak gebeurt, maar het gebeurt. Dan heb ik hier de W7 Life's a Peach Cheek and Face Palette. Dit is een paletje met allemaal van die blushes en twee highlighters. Geen pigmentatie. Letterlijk komt gewoon niks van af. Kijk dit. En dit is een donkere kleur, hè. Er komt gewoon bijna niks van af. Het is echt belachelijk hoe weinig hiervan afkomt. Deze glanzende kleuren glanzen ook niet. Het is gewoon een soort van glimmend ietsje. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon ook weer net als krijt. Ik weet echt nooit hoe ik dingen moet beschrijven. Als je het zo aanbrengt, heb je niet die mooie glow die ik nou zo heb. Is totaal niet. Het is gewoon een soort van oogschaduw op je wang of zo. Het is gewoon niet mooi. Deze kleuren zijn niet mooi. Ook vind ik de kleuren een beetje apart. Ik bedoel van ja, paars. Wie gaat nou paars gebruiken? Vaak zijn dit soort paarsige blush kleuren mooi voor meiden met een wat donkerdere huid. Maar daarvoor is hij ook weer te licht. Dus niemand kan dit gebruiken. En ja, nee. Het is gewoon ook voor de prijs. Want W7 is altijd heel betaalbaar. Ik vind hem gewoon niet goed. Dan heb ik een eyeliner die ik niet fijn vind. De liner van Revolution. Deze is gewoon niet fijn. Het is een pen eyeliner. Maar zoals je kunt zien, het pennetje is heel erg klein. Heel minuscuul. En er zit een hele grote bulky pen omheen. Dat is gewoon niet fijn. Want als je je opmaakt en die liner probeert op te doen, kun je het puntje gewoon bijna niet zien. Omdat heel deze blok eromheen ervoor zit. En de pen beweegt ook niet mee. Ja, nee, hij is gewoon niet fijn. En ja, als je eyeliner aanbrengt, is het toch wel fijn als je kunt zien wat je aan het doen bent. Dus ja, voor die reden raad ik hem niet aan. Die van de HEMA van 4 euro. Mensen, jullie moeten die echt halen. Als je mijn video's al langer bekijkt en bent geabonneerd natuurlijk, weet je dat ik heel erg hou van Essence mascara. Essence doet het in de mascara categorie gewoon echt super goed. Voor prijzen van echt like 3 euro is het echt gewoon fantastisch dat er gewoon een merk bestaat die gewoon goede, betaalbare mascara Kara's maakt. Helaas is er eentje in hun assortiment die de finale niet heeft gehaald. En dat is de Essence Volume Stylist Mascara. Deze paarse. Deze werd mij aangeraden door best wel veel van jullie. Deze was, ja, veel mensen vinden hem fijn. Hij heeft ook lengthening fibers, waardoor je wimpers zogenaamd langer worden. Wat hij dus niet doet. Ik vind het best wel apart. Want meestal als veel mensen maar één product aanraden, is het vaak goed. Maar helaas was ik het er deze keer niet echt mee eens. Omdat hij gewoon niks doet voor mijn wimpers. Het is gewoon alsof ik gewoon niks aan het doen was. Ik bracht hem aan. En hij maakt niet langer. Hij geeft geen volume. Hij krult mijn wimpers niet. Gewoon letterlijk niks. En ik vind zoveel mascara's van Essence gewoon super goed. Dus ja, ook vergeleken met die, raad ik deze niet aan. Nu ik toch bezig ben met de Essence mascara, kan ik ook even snel gelijk vertellen welke ik wel goed vind. Welke het meeste lijkt op deze, wat deze zou moeten doen, maar wat hij niet doet, is de Essence The False Lashes mascara, de roze. Deze geeft heel veel volume, vind ik heel fijn. Ik heb ook de Essence You Better Work waterproof mascara. Als jij een goede waterproof mascara zoekt, die je wimpers mooi krult, is deze echt iets voor jou. En de Lash Princess mascara geeft iets minder volume, maar meer lengte. Dus als jij dat zoekt, is deze ideaal. Dan een foundation. Ook deze heb ik in een video geprobeerd. De kleur was alleen veel te donker, maar in de video vond ik hem best mooi. Ik vind hem eigenlijk nog steeds mooi. Hij heeft een hele mooie dekking en dat is de Huda Beauty Foundation. Ik heb hem hier in de kleur Butter Pecan 330 en veel te donker voor mij. Maar ik heb geen lichtere meegenomen omdat ik puisten kreeg. Oh mijn god, ik weet nog dat onder die video super veel mensen tegen mij zeiden dat hun puisten ervan kregen. En dat ik nog heel stoer zei van, oh ja, nee, ik niet hoor, ik vind hem gewoon mooi, bij mij is dat niet. Nou, ik had hem toen nog een keer gebruikt, 2 dagen daarna en iets van 2-3 dagen daarna. Heel mijn gezicht hier, ik kreeg helemaal puisten. Ik heb een vrij egale huid, ik heb bijna nooit puisten of acne of wat dan ook, heel af en toe. Maar nadat ik deze heb gebruikt, oh mijn god, heel mijn kin begon hier en ook hier, hier. En het heeft echt ruim 3 weken geduurd of zo. Oh mijn god, het was echt vreselijk. Gewoon 3 weken lang had ik gewoon een onzuivere huid. Nou weet ik echt wat heel veel andere meiden doormaken. Want ik heb al mijn hele leven lang een best wel egale huid. Dus ik heb nooit echt die struggles gehad. Maar nou heb ik echt gewoon 3 weken lang gevoeld hoe dat is. En het is echt heel KUT. Maar het kwam echt door deze foundation. Oh mijn god. Mensen, als je al een gevoelige huid hebt of al een hele onrustige huid hebt, gebruik deze vooral niet. Hij is wel echt super mooi. Hij geeft heel veel dekking.
Maar puisten is het gewoon echt niet waard. En ik vond het echt vreselijk. Dus dat wilde ik echt nog even laten weten over deze foundation. Die van Fenty Beauty vind ik by the way nog steeds toppie. Dan heb ik hier de Benefit Cheek Parade paletjes. Deze brengen ze 1 keer per jaar uit. Ik heb hier de Cheek Parade, mijn allereerste. Deze is uitgebracht in het jaar toen ik begon met YouTube. Dus dat is 2 jaar geleden. Een heel leuk verhaaltje. Toen ik begon met YouTube, ik had niet veel geld. Ik had eigenlijk bijna gewoon geen geld. Dit paletje was toen 60 euro. Ik had toen echt gewoon al mijn geld opgemaakt om dit paletje te kunnen kopen. En ik was zo blij ermee. En de Hoola Bronzer heb ik ook echt bijna opgemaakt. Ik was zo blij met dit paletje. Ik vond hem zo mooi. Maar wat mij eerlijk gezegd toen al meteen opviel, was dat de pigmentatie er gewoon bijna niet zat. Ik heb nou ook gewoon de Hoola Bronzer gewoon los. En die is ook mooier en beter dan die hierin zit. Dus ik vond het al heel raar dat ze niet heel gepigmenteerd waren. Maar omdat het mijn allereerste dure paletje was, was ik gewoon zo blij ermee dat ik het gewoon een beetje negeerde. Nou heb ik dit jaar de Cheek Leaders Pink Squad gehad. Ook weer super mooi paletje. Wat ik ook heel cute vond is dat mijn naam erop zat. Nou heb ik hem in PR gehad. Dus ik heb hem gewoon gratis gehad. Het is echt super leuk dat ik gewoon 2 jaar terug al mijn geld opmaakte aan dit paletje. En dat 2 jaar daarna ik het gewoon gratis heb gehad van Benefit. Ik ben echt best wel trots op wat ik allemaal heb gedaan in 2 jaar. Qua mijn kanaal en alles. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Dit paletje ook weer super mooi. Maar ook weer hetzelfde probleem. Ook weer de pigmentatie is gewoon echt anders. Ik weet niet waarom. Maar als je al deze blushes en bronzer en deze highlighter is nieuw. Ik vind die by the way wel heel mooi. Die is wel heel gepigmenteerd. Maar ook weer de blushes en de bronzers. Als je ze loskoopt zijn ze super mooi en gepigmenteerd. Maar in deze paletjes gewoon niet. Ik vind het echt heel raar. Maar dat is gewoon echt wat me opviel. Dus ik wil het wel even laten weten. Ondanks dat ik iets krijg in PR. Betekent niet dat ik het ga ophemelen. Als ik het niet zo goed vind. Sorry Benefit. Nou en dat was het dan. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Ik heb ook echt mijn best gedaan om ook zo goed mogelijk te vertellen waarom ik iets niet fijn vind. Nogmaals, als jullie iets van deze producten fijn vinden, toppie, ben ik heel blij mee. Want uiteindelijk wil je toch gewoon dat alles werkt. En is het best wel zonde als je iets betaalt of krijgt of wat dan ook en het is niet fijn. Maar ja, dit is gewoon ja, wat ik van deze producten vind. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!